zijn bij Vereniging Eigen Paard. Kijk maar, daar is Ilse en hier is Christine. Maar we hebben ook bij ons, even kijken hier, Henja en niet te vergeten, Kimja. En aan de andere kant hebben we Tess en Bella. Yay! Wat ga je doen, Tess? Ik ga zitten in houding en gewoon rijden. Dat is oké, ik vraag gewoon Ilse. Wat gaan ze doen vanavond, Ilse? We gaan aan de houding en zit werken. Met? Roos Dyson. Heel spannend. En daar is ze, Roos Dyson. En Frank Jespers gaat ze dressuurles geven. Nou, heel spannend, leuk. Heel leuk. Mijn naam is Frank Jespers. En wat we dan vandaag gaan doen is eigenlijk vooral observeren. En kijken of ze plezier in hebben en of dat ze ook een beetje aandacht geven aan hetgeen wat je zegt. Nou, vooral plezier erin hebben vinden we belangrijk. Goed opletten vinden we belangrijk. En proberen na dit werk een beetje geleerd te hebben. En dat ze dat leuk vinden om de volgende keer weer op verder te werken, thuis verder te werken. En dan komen we weer een keertje hier om te controleren of het inderdaad beter is geworden. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ik ben Roos Dyson, ik ben deurne gediplomeerd en ik heb daarna de opleiding bij Acacia Rijkunst gedaan. Toen ik die opleiding ging doen was ik 30 jaar oud en reed ik ZZ licht dressuur. En die opleiding is eigenlijk een aanvullende opleiding voor instructeurs op het gebied van houding en zit. En toen ik dus die opleiding ging doen dacht ik de hele tijd van waarom heb ik dit nooit eerder geleerd? Wat jullie alle twee al heel netjes doen, vind ik, is dat je de ponies niet zo probeert lekker te laten lopen. Ja, dat je weinig doet om ze tegen te houden, om in een bepaalde houding te komen of wat dan ook. Maar vooral dat je ze lekker actief voorwaarts rijdt met een fijn contact. Ja, de verbinding tussen de mond van de pony en jouw hand, dat is heel belangrijk. Hè? En om dat goed te kunnen doen, ja, moet je onafhankelijk kunnen zitten. En wat we vandaag gaan doen is niet alleen maar aanwijzingen geven hoe dat je pony het beste kan lopen, maar vooral ook hoe dat je zelf het beste kunt zitten om de pony zo goed mogelijk te laten lopen. He, proberen. He, je zitten, dat doe je eigenlijk ook lekker. Je houding is mooi in mijn ogen. He, je zit netjes rechtop. Dat is ook belangrijk, niet het belangrijkste. Waar je een klein beetje moet proberen te doen, he, dat is je been lang te houden, je houdt je knieën een beetje omhoog en bij het drijven je hakken een beetje. Ik heb het zadel een beetje naar achteren gelegd, laten leggen, zodat het iets beter in balans ligt. En ze zei al gelijk, van ja, dat zit gelijk heel anders. Ik ben het met alles wat Frank net zei heel erg eens. Ik heb wel nog wat aanvullingen. Wat ik zou willen is dat je iets meer vanuit je diepe buikspieren rijdt. Omdat je op het moment dat je gaat doorzitten en je pony versnelt wat, dan raak je wel een klein beetje achterover. Ja. Je zit op zich heel netjes, maar om goede spiergebruik te hebben en je pony's rug, om te zorgen dat je pony's rug het beste kan gebruiken, wil je eigenlijk precies rechtop zitten. Maar als je pony voorwaarts gaat, dan ga je al gauw een klein beetje terug. Ja, dus je moet jezelf actief met je buikspieren meezetten. Goed zo. Goed zo. Wat is er nu met de aanleuning gebeurd met je pony? Ja, voel je dat? Ga nou eens terug zitten hoe je net zat, dus met je schouder aangespannen en achterover. Voel je dat die strakker wordt weer? Ja. En het was al heel mooi, hè? Pas op, hè? Het was echt niet slecht, hè? Maar voel je dat het nog fijner en nog lichter kan? Ja. Goed zo. Pasjes niet af. Aha. Het zit wel onder. Ja, dat moet wel, hè? Als jij voelt dat je de pasjes niet afmaakt, wat doe je dan? Ja, klopt. Ja, en hoe ga je harder? Een beetje been te geven. Een beetje been, ja. Heel goed. Ja, dus dat probeer je. Probeert lekker ontspannen te zitten. Als jij voelt dat hij zijn pasje niet afmaakt, want dat doet hij nou een beetje. Ja, dan zie je ook aankomen. Ja, als jij denkt dat hij zijn pasje niet afmaakt, dan druk je hem al aan. Hè? Dus je probeert hem een pasje voor te zijn. Waar waren jullie gebleven? Wij waren gebleven dat hij zijn galopsprongen niet goed afmaakte. Ja. Ja.
Oké. Okay. Ik zei, wat vind je ervan? En ze zei, je maakt het in de galopsprongen niet goed af. Toen heb ik gevraagd, wat doe je eraan? Ze zei, ik ga harder galopperen. Ik zei, hoe doe je dat? Met mijn benen, zei ze, en met een benen. Nou, dat klopt allemaal wel. Dus in principe klopt die theorie. Ja. En hij, dat kun je dan ook zien, dan gaat hij een beetje achter een beetje draven. Dan moet je, heb jij het gevoel dat hij eigenlijk niet wil. Ja. Ja? Nou, en dan, wat je dan een beetje doet om wel te willen, is dan ga je een beetje helpen met je hele lichaam. Ja, om hem vooruit te duwen. Ja. Maar je kunt hem niet vooruit duwen met je lichaam. In de galop zie je dat ze eigenlijk als het ware te stil zit. Daarmee bedoel ik dat de onderrug gewoon stil blijft in plaats van de beweging van de galop maakt. Aan de hand van de bal leer ik dan mensen hoe die beweging zou moeten zijn. En als ze het op de bal of eventueel op de grond gevoeld hebben, dan doen we het in de echte galop. Om het goede ritme te vinden waarin dat ze die beweging moeten volgen. En dan zie je dus dat paarden of ponies beter gaan galopperen, een mooiere galopsprong krijgen, fijner in de aanleuning worden. Ja, we gaan het zien. Gewoon lekker ontspannen zitten en je benen ook lang proberen te houden. En als je dan aanwijzing geeft, probeer je haken niet omhoog te trekken, die maar een beetje lang houden en dan een hele korte druk en weer gelijk loslaten. Ja. Hey, zullen we nog eens een oefening te doen voor die? Ja, doe het maar eens. Maar dan moet je er even af. Oké. Wat Frank zegt over dat hij eigenlijk niet doorgalopeert, dat komt ook omdat jij met jouw rug niet echt een galop weet. Niet heel erg. Ja, die gaan we je leren. De bal is een beetje klein. Dus ik moest even een oude bal uit de tuin pakken, want ik had dus mijn auto bij me gehaald. Kom maar eens zitten. Dank je. Ja? Ja, hier staan. Ja, ik ga wel heel snel. Nou, stel dat je pony is. Hoe zit je dan als je galoppeert? Ja, dat zijn mensen natuurlijk. En dan? Hoe weet je dan? Dat is mooi. Ja, en weer de bal indeuken. Naar voren, op je voeten steunen. Een beetje omhoog. Ja, goed zo. Kijk, nou hebben we. Ik ga ook zitten. Ja, dat is ook moeilijk als je het niet gewend bent, maar dat geeft niet. Wat we hier even inderdaad kunnen doen, is probeer nog maar weer eens een keer je bekken te kantelen. Dus zo en zo. Mij lukt het nu beter om te rijden. Ik ga jullie nu laten zien waarvan ik voor reed en waarvan ik nu rijd. Nou, ik ga even een stukje galopperen. Kunnen jullie mee rijden? Ja, dat werkt niet. Nu. Dit was de eerste les. Ja, dat zijn heel andere. Ja, gaat vlug, hè? Ja, dat is ook de bedoeling, want dat is een goed teken. Ja, dan heb je je niet verveeld, dan gaat het door. Nou, jullie kunnen lekker thuis doorwerken daaraan. Dat doen je zo goed mogelijk. Dan zien we jullie een volgende keer weer terug. En dan hoop ik dat je er wat aan gehad hebt. Nee. Dat weet ik zeker dat je er iets aan gehad hebt. Ja, je hebt er wel aan. Jij ook wel? Nou, je mag ook zeggen dat het anders is. Dat je denkt, ja, snap ik helemaal niet. Of ben ik helemaal niet eens. Mag je ook altijd zeggen. Eerlijk antwoord geven op vragen. Ja, galop gaat nu beter. Ah, zeker. Gewoon. Volgende keer de rechte groep. Ja, zeker. We kunnen niet alles tegelijk. Nee. Ja? Want dan zijn we ook te snel uitgelest. Succes, dames. Ja, dank je. Ja? Tot de volgende ronde.